In dit lokaal was er vooral heel veel rotzooi gemaakt met hele dunne verf. Het zat op de grond, op de muren. In dit lokaal waren uit de kasten allemaal schriftjes en boeken gehaald en op de grond gegooid. Deze toetsenborden is lijm gesmeerd, verf gesmeerd. Zijn ze nog te gebruiken? Nee, deze zijn niet meer te gebruiken. De medewerkers van basisschool De Vlieten uit het Zeeuwse Wissekerken zijn erg geschrokken. Ze noemen het een... ravage. Want door de hele school zijn er wel spullen vernield. We hebben bezoek gehad, ongewenst bezoek. De klassen waren overhoop gehaald, overal troep, vernielingen. En zo wil je je school niet zien, dat doet zeer. En door die ravage staan de stoelen op tafel en zijn de klassen leeg. De kinderen zijn vrij, ze hoeven vandaag niet naar school te komen, zodat iedereen hier alles kan opruimen. Maar ondanks een vrije dag zijn de kinderen wel geschrokken van het nieuws. Hier liggen ook allemaal die domino-steentjes uit de bak. Ik vind het best wel raar eigenlijk. Ik vind het wel jammer, want nu kunnen we ook niet naar school en zo. Wel irritant. Ik vind het echt belachelijk. Grapje is wel leuk, maar dit, dat kan natuurlijk niet. Afgelopen weekend ontdekte de school het vandalisme. Ik kreeg gisteren een telefoontje van een vader, van een leerling die de kippen ging verzorgen. En die gaf aan, er is iets los. De politie werd erbij gehaald en er werd onderzoek gedaan. Er is niks gestolen. Wel vermoedt de politie dat de vernielingen zijn gedaan door iemand uit het dorp zelf. De politie doet onderzoek en ze hebben verteld dat ze kleine voetafdrukken hebben aangetroffen in de verf. Dus dan ga je toch aan kinderen denken. Ik vind het een beetje stom van ze. Het is gewoon je eigen dorp. Dan als je ouders erachter komen, worden ze ook heel boos. Want waarom zou je het doen? Het is toch een school waar kinderen leren? Het is toch alleen maar goed een school? Als ik erbij stond, had ik hem zo op zijn neus gestompt. Ondertussen wordt er door de juffen en meesters vandaag de hele dag flink opgeruimd. Zodat de leerlingen er verder ook niet veel last van hebben. Ik wilde de kinderen dit niet laten zien. Dit heeft zo'n impact. En besloot om alle kinderen vandaag thuis te houden. Alles netjes te maken en de kinderen weer netjes te kunnen ontvangen. Morgen gaat de school gewoon weer open.